Goedemiddag allemaal. Vanmiddag wil ik het gaan hebben over verandering kan alleen om door de pijn te gaan. Het is een gevoelig onderwerp vanmiddag, maar het is goed om te beseffen van, ja. Gewoon dicht voor je mond. Het is goed om te beseffen. Oké. Ja. Als we God onze puin opgeven om deze om te zetten in wonderen, heeft de Vader het vermogen om onze fouten het goede te keren als we op hem vertrouwen. Als we door moeilijke periodes gaan in ons leven, zullen we ofwel erdoor groeien, of juist niet. Weet je, je wordt niet veroordeeld als je nog steeds moeite met God hebt, wanneer er problemen op je pad komen. We hebben het allemaal meegemaakt. Als we hem zoeken, zullen we hem vinden. Als we door hele moeilijke perioden gaan, die ons diep kwetsen, willen de meesten van ons er gewoon overheen raken. Maar om er werkelijk overheen te zijn, moeten we er dwars doorheen gaan. We moeten dwars door de pijn heen breken en de confrontatie aangaan met alles wat ons hart breekt om genezing te vinden. Als we door de stormen van ons leven gaan, dan zullen we er sterker uitkomen. God ziet het en beschouwt ons als zijn instrumenten om anderen te helpen. Paulus schrijft in 2 Korintiërs 1 vers 4, hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen. Romeinen 8 vers 28 zegt dat God alles laat meewerken voor ons bestwil. Niet in sommige dingen of enkele dingen, maar in alles. God die nam het ergste wat er ooit kon gebeuren, zijn eigen zoon Jezus die stierf aan het kruis, en gebruikte het voor het hogere doel, de redding van de gehele mensheid. Iedereen maakt periodes mee van lijden. Je worstelt met dingen waarvan je zou wensen dat ze nooit waren gebeurd. Op zo'n moment staat je leven stil en een golf van emoties spoelt door je heen. Als christen stel je misschien de vraag, waarom heeft God dit toegestaan? Waarom overkomt mij dit? Deze vragen zijn super logisch en gezond. Ze komen uit het onrecht wat je hebt meegemaakt. En boosheid is dan een heel natuurlijke reactie. Je mag erop vertrouwen dat God voor je zal zorgen en je niet in de steek laat. Wij weten niet waarom er erge dingen gebeuren, maar we weten wel dat God voor ons zorgen zal. Het boek Job is een van de boeken van het Oude Testament. Het gaat over de beproevingen van de vrome rijkaard Job. Satan wed met God dat Job zijn godsvrezendheid verliest zodra hij met zware tegenslagen te kampen krijgt. En nadat de duivel alles van Job heeft afgenomen en hem met ziekte slaat, ondanks alles blijft hij trouw aan God. Soms kun je zo overmand worden door het leven dat je even niet meer weet wat je moet doen. Je krijgt te maken met lichamelijke, psychische, relationele of financiële problemen en het kost je moeilijk om die problemen het hoofd te bieden. Maar God baant een weg door de woestijn. En van verandering brengen in de meest hopeloze situaties.
Maar de grootste belemmering om God te volgen op de weg door de woestijn is een gebrek aan vertrouwen. Allerlei twijfels kunnen de kop opsteken en vormen een snelstromende rivier waar niet overheen te komen is. En de brug over die rivier, dat is vertrouwen. God baant de weg, maar jij moet op de brug stappen en gaan lopen. Hoe meer je vervolgens laat leiden door geloof, hoe meer je te zien krijgt van de weg die God met je wil gaan. Want de weg gaat vaak dwars door de problemen heen. Ja, ik... Even kijken of ik een stukje er tussendoor kan vertellen. Ja, vertrouwen op God. Ja, daar heb ik ook ontzettend veel in mijn leven meegemaakt. Een hele grote die naar voren komt, dat is het parachute springen, hè? Ja, daar komt hij. Ja, dat is iets, dat is gewoon heel erg eng. Als je daar boven staat, dan denk je echt van, wow. En vooral als je alleen springt, als je met een instructeur springt, nou ja, oké, dat is ook eng, maar dat gaat dan nog wel vergeleken bij als je alleen springt. Maar dan moet je echt wel vertrouwen hebben dat je veilig beneden komt. Maar ik ben met God gesprongen en ik ben veilig. Ja, als het niet goed ging, dan stond ik hier niet, hè. Dus dat kun je wel nagaan. Ja, een beetje humor is ook goed, hè. Tuurlijk. Maar, er zijn zoveel dingen in het leven. Vertrouwen. En vertrouwen dat God je helpt door alle moeilijke periodes heen. Nou, dan gaan we eventjes een stukje verder. God wacht op het moment dat je op de knieën gaat en hem om hulp vraagt. Je stopt met het zoeken naar een weg in eigen kracht. Hij doet zijn werk het best wanneer jij aan het eind van je mogelijkheden bent. En dat... En dat toegeeft. Een ander voorbeeld uit de Bijbel is het verhaal van Saul, die later de apostel Paulus werd. Saul vervolgde de vroege christelijke kerk en dacht dat hij de juiste weg volgde. Maar op de weg naar Damascus werd hij verblind door een ontmoeting met Jezus. Saul werd geconfronteerd met de waarheid en zijn eigen verkeerde overtuigingen. Hij moest zijn oude patroon van vervolging en haat opgeven en een nieuwe weg inslaan als een dienaar van Christus. In 2 Korintiërs 5 vers 17 lezen we: daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Amen. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Dit vers benadrukt dat echte verandering en vernieuwing mogelijk zijn door het geloof in Jezus Christus. Het is een proces van loslaten van het oude en het omarmen van het nieuwe. Zelfs als dat gepaard gaat met pijn en confrontatie. Als je wat in je leven wilt bereiken, zul je stappen moeten zetten. Anders gaat er niks gebeuren of veranderen. Ik kan zoveel voorbeelden geven uit mijn eigen leven. En één voorbeeld hiervan zal ik benoemen. Ik had trekken van de persoonlijkheidsstoornis borderline. En ik had daar gewoon heel veel last van. Want met alles waar ik tegenaan liep, in relaties, op werk, een persoonlijkheidsstoornis. Dan, als je dat hebt, dan loop je op vele fronten van je leven loop je overal tegenaan. En ik kwam ook niet verder, totaal niet. En ik dacht ook echt van, ja, als dit wil genezen, kijk, de GGZ zegt dan van, ja, je moet er maar mee leren omgaan. Hè, het wordt wel wat minder na je 40ste, maar daar kom je nooit. Maar ik heb altijd gezegd, God is groter dan mijn nood. En God die kan mij daar afhelpen. Al duurt het 4 jaar, al duurt het 10 jaar, al duurt het 15 jaar, al duurt het 25 jaar. Ik geloof dat er een dag komt dat ik eraf ben. En dat is dus ook gebeurd. En ik stond echt te kijken. Ik had echt zoiets van...
in één keer ging alles beter. Dit ging beter, dat ging beter, zus ging beter. En het gaat wel in stapjes in mijn leven. Het gaat echt allemaal in stapjes. Maar het gaat vooruit. Er zit vooruitgang in. En God, ja, ik bleef altijd zeggen van... Ik ben al niet genezen, maar ik ga genezen. Nou, het heeft jaren geduurd. Ik denk al een jaar of vier, denk ik wel. Maar uiteindelijk... ben ik daar wel... heeft God me daarvan afgeholpen. Dus... ik heb natuurlijk heel veel gebeden en ik heb wel heel veel mensen voor mij laten bidden. Want soms zit je zo diep in de ellende, dan kun je gewoon zelf niet meer bidden. Ik zit nu ook in een periode met mijn dochter. Ik ga er niet op in, want dan wordt het emotioneel voor mij. Maar waar ik heel moeilijk kan bidden. En dan laat ik voor mij bidden. Ja, omdat het gewoon, dat komt te diep. Menselijk gezien kun je er dus niet genezen van borderline, maar moet je maar mee leren leven. Nou, God is groter. God staat gewoon te overbon. Er zijn geen grenzen aan de kracht van God. En het onmogelijke is mogelijk bij God. En daar ben ik heel dankbaar voor. Als je het moeilijk hebt, is de volgende. Durf hulp te vragen aan mensen. Bijvoorbeeld aan een psycholoog, een psychiater... of een therapeut. Wees niet bang. Of denk niet van ik ben gek. Het is juist goed om hulp te vragen. God heeft ons aan elkaar gegeven om elkaar te helpen. Vooral in gevallen van depressie of ik weet niet goed om te gaan met emoties of bepaalde gedachten. Dan is het altijd goed om erover te praten. God heeft deze mensen ook gemaakt om jou te leiden naar een goed doel. Je moet investeren in jezelf. Houden van jezelf. Houd in dat je jezelf accepteert, zoals je bent. En als je van jezelf houdt, dan kun je ook van een ander houden. Wat God ook wil, is dat wij onszelf lief hebben. Want haten wij onszelf, dan haten wij ook de wereld. En kunnen wij de andere mensen om ons heen ook niet lief hebben. Jezus kreeg ook in de woestijn te maken met verzoekingen van de duivel. En nadat hij 40 dagen in de woestijn was, ja, moet je nagaan, zo lang in de woestijn, dan krijg je op een gegeven moment wel eens honger, hè? En toen werd Jezus kwetsbaar, heel kwetsbaar. En toen dacht de duivel, ik pak hem. En daar kwam een stemmetje, hoor. Je was toch de zoon van God? Nou dan, maak brood van die stenen. Dat kun je toch? Ja, en bij de tweede beproeving, zei hij, we staan op het dak van de tempel en de duivel zei... Je was tot de zoon van God. Spring er maar af. Er staat in de Bijbel dat je niet zou overkomen. En bovenop een hoge berg, uitzicht over de hele aarde, nog één keer dat stemmetje. Hiervoor was je toch gekomen? Ik kan het je geven hoor, je hoeft er alleen maar voor met de knielen. Nou, Jezus slaat elke keer de aanval af met woorden uit de Bijbel. Laten we eerlijk zijn, dat stemmetje, dat klinkt ook wel eens in ons hoofd. Regel nou eerst je huis en je pensioen. Dan heb je daarna toch alle tijd voor God. Als God er is, dan zou je toch niet ziek moeten worden. Nou, het klinkt heel aannemelijk, maar het stelt ons vertrouwen op de proef. Misschien maakt u zich veel zorgen. Heeft u last van angsten? Bent u onrustig? Zorgen over uw gezondheid, uw werk, uw financiële situatie. Zorgen drukken je te neer. Kunnen je depressief maken, je verlammen. Zorgen kunnen alle geestelijke vreugde uit je leven wegnemen. Ik weet uit mijn eigen leven hoe funest het is om je leven te laten beheersen door zorgen. Maar soms gebeurt het en weet je niet hoe je je zorgen en je angsten los moet laten. 1 Petrus 5, vers 7 zegt, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. De Heer wil ons leren ons vertrouwen op Hem alleen te stellen in de vaste zekerheid dat ons leven in Zijn hand is en wat er ook gebeurt. Hij wil Zijn rust en Zijn vreugde in ons hart geven. Het leven is soms moeilijk en dan is het verleidelijk om je dromen op te geven. Ja, en dat ken ik dus ook. Ik heb ook momenten gehad dat
Dat ik echt, dat ik, ja, ik wil graag in de zorg. En dat ik gewoon ga denken van, ja, maar ja, kun je dat wel? En door al je ellende. En, nou ja, op een gegeven moment gaat gewoon heel erg aan jezelf twijfelen. Dat heb ik ook heel, heel vaak gedaan. En soms nog. Maar ik ben er ook nog mee bezig. En ik ben er ook nog niet, eigenlijk. Niemand is er ooit. Je leert tot je dood toe leer je. En mijn vader is op hoge leeftijd overleden. En die zei zelfs, ik leer nog. Leren blijf je leven lang doen. Niemand begint depressief en verslagen aan het leven. Kinderen barsten van de dromen en ambities. Maar naarmate we ouder worden, ontwikkelen we overtuigingen die ons machteloos maken. Want we hebben te maken met strijd, zoals mislukkingen en tegenslagen. Veel mensen geven hun dromen op. Ze zijn bang om te falen. Geef je dromen ook niet op als andere mensen denken dat je het niet kunt. Maar gebruik deze overtuiging van anderen juist om ze tegenovergestelde te bewijzen en nog harder te werken. Amen. Weer anderen geven hun dromen op omdat ze snakken naar zekerheid. De behoefte om pijn te vermijden en plezier te ervaren is een van de krachtigste menselijke behoeften. Als je erover nadenkt om je dromen op te geven, vraag je jezelf dan af of je echt gewoon de behoefte voelt om in je comfortzone te blijven. Als je wil veranderen, zul je offers moeten brengen. Dat klinkt misschien heel zwaar, maar het betekent niks anders dan dat je soms leuke dingen moet laten schieten om het hogere doel in gedachten te houden. Maar als je je voor ogen houdt waar je het allemaal voor doet, dan is het een stuk makkelijker om sommige dingen op te geven. En daar heb ik ook een klein stukje van. Ik ben nu het team aan het werk. En James weet er alles van. Bij de sociale werkvoorziening. Hè? Onze biggen. Maar ja, dat is echt heel eentonig werk. James en ik weten er niks aan. Maar goed. Maar goed, hoe het ik zei. ik moet ook lachen, sorry. Maar hoe het ook zei. We moeten daar soms doorheen. Om toch aan leuke werk te komen, zeg maar. Ja, dat is bij mij precies hetzelfde. En we getuigen ook op het werk, hè? Ja, ja. Getuigen, ja. Ook, oh, ja. Ja, die biggen, dat vond ik wel even een mooie. Lid James helemaal in de deur. Nou. Maar goed, we gaan door. Ja. Bij de les blijven. Hè? Bereid je wel voor op hard werken, dingen opgeven en teleurstellingen. Je moet weten dat deze gaan komen. Om je er niet door tegen te laten houden, maar er volledig voor te gaan. De Bijbel zegt, de waarheid is dat het onmogelijk is om altijd op de toppen te leven. Soms leidt het pad ons echt een dal in en moeten we stilwachten tot God ons weer omhoog voert. Vanwege Christus hoort God ons gehuil en onze wanhoop. En als we zijn barmhartigheid hebben leren kennen en liefhebben, kunnen we met David uitroepen, de Heere heeft mijn smeken gehoord en de Heere zal mijn gebed aannemen. In welk dal we ook zitten, hoe schuldig we ons ook voelen, hoe anderen ons ook hebben geslagen en verwond, God kan onze rouwklacht veranderen in een rijdans en ons met blijdschap omgorden. God garandeert niet dat we in een ommezien weer op de bergtop staan, zodra we tot hem uitroepen, maar de hoop is nooit ver weg voor wie op hem vertrouwt. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Ja, en nog een paar punten van zelfacceptatie. En eerlijk gezegd worstel ik daar zelf ook nog heel erg mee. Ik vind het ook heel erg moeilijk nog om mezelf te accepteren. Maar ik heb het er wel neergezet.
Punt 1 is, sta jezelf toe om fouten te maken. Punt 2 is, kom los van je verleden. Ik ga er niet helemaal op in, want dat is te heftig voor mij. Maar ik noem de punten even op. Punt 3, zie de mening van een ander voor wat het is. Punt 4, werk aan je eigen waarde voor zelfacceptatie. Punt 5, focus op positieve punten. Punt 6, geef ruimte aan emoties. En punt 7, verzacht door minder te oordelen. Dus niet te hard zijn voor jezelf. Moed is niet de kracht om door te gaan. Moed is doorgaan terwijl je de kracht eigenlijk niet helpt. Leven in het heden ga ik er even over hebben. God is de God van het nu. Leef daarom in het heden en juich over wat God je vandaag geeft. Leven op 3 niveaus. Overleven heb je, succesvol leven heb je en zinvol leven heb je. Overleven. Dit niveau is waar de meeste mensen vandaag de dag in zitten. Ze zijn alleen maar aan het overleven. Ze bestaan, maar meer ook niet. Ze worden beheerst door hun omstandigheden. Zij ploeteren de week door en leven voor het weekend. Want daar gebeurt het. Zij leven op het niveau van overleven. Succesvol leven, een stapje hoger dan het niveau van overleven. De meesten die hier zitten hebben bezittingen, vrijheid, een goede gezondheid en zijn misschien wel erg succesvol. Maar er zijn veel mensen succesvol en toch ongelukkig. De reden is dat er meer dan succes is en meer dan status om voldoende te ervaren. En dan hebben we nog een zinvol leven. Je moet het derde niveau van het leven bereiken, een zinvol leven. Hoe leef je op het niveau van zinvol? Je weet waarom je leeft. Je kent Gods doelen met jouw leven. Je weet dat jij belangrijk bent voor God. En je bent niet zomaar iemand. Je bent geschapen door God. Lang voordat jij door jouw ouders werd verwekt, heeft God jou al bedacht. Je bent door hem geschapen. En hij heeft een plan voor jou. Zonder bestemming wordt het leven nutteloos en frustrerend. Maar als jij God ontmoet en weet dat hij jouw schepper is, dan krijg je openbaring over het feit dat jij iemand bent met een bestemming. Als jij ontdekt dat jij hier met een reden bent, dan krijgt jouw leven betekenis. En Gods liefde die draagt jou. Zijn hand beschermt jou, waar je ook bent of waar je ook zal gaan. En het laatste, ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wat ik ben. Niemand kan dat van mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken. Ik hoef me niet te haasten. Ik kan Jezus vertrouwen en zijn liefde met de wereld delen. En hij draagt jou er doorheen. Ik en wij allemaal zijn Gods geliefde kinderen. Amen. Amen.